je kan online, in plaats van allemaal kleine puntjes te zetten, al die kleine artikeltjes die je maakt, kan je ook lijntjes gaan trekken. Het is niet weg. Het grote nadeel van een krant is dat als ik een heel groot stuk heb geschreven, dat het de volgende dag ergens in een kattenbak is beland of verdwenen is. Ik kan het ook vaak niet meer terugvinden of opvragen. Dat kan online wel. Daarmee kan je dus, heb je de mogelijkheid om steeds dieper in een onderwerp te geraken. En de tweede belangrijke reden is dat ik als volger van een correspondent in dit geval, of van een journalist in het algemeen, ook met hem mee die ontdekkingsreis kan meemaken. Ik ben niet een lezer van een krant, ik ben een volger van een journalist. En dat is uiteindelijk wat in de kern van ons project zit.